De afdeling Mobiliteit en Veiligheid van het Ministerie van Openbare Werken lanceerde samen met GJNH Infrastructuur en Wegmeubilair Suriname NV een pilotproject om de zichtbaarheid van wegmarkeringen te verbeteren. Dit project op basis van zonne-energie omvat de installatie van kattenoog wegdekreflectoren op de Jagannath Lajmanstraat bij het Ministerie van Openbare Werken. Het doel is om de verlichting te verbeteren op slecht verlichte wegen en drukke oversteekplaatsen, vooral 's avonds, om zo de verkeersveiligheid te bevorderen. 7 militairen zijn na het succesvol afronden van de cursus officiersvorming bevorderd tot de rang van tweede luitenant. De cursus van iets meer dan 4 maanden richtte zich op het aanleren van specifieke competenties om adequaat te kunnen functioneren als officier. Bevelhebber kolonel Werner Kiu Asen onderstreepte het belang van investeren in nieuw leiderschap en het handhaven van morele waarden zoals eerlijkheid, discipline en respect, essentieel voor het functioneren van defensie in tijden van crisis. Het regiobijstandteam Paramaribo RBUTP heeft op 12 april 2024 na een grondig onderzoek 5 verdachten gearresteerd op verschillende locaties. Deze verdachten zijn betrokken bij een beroving en ontvoering in een pension in Santo Dorp op de nacht van 9 op 10 april 2024. De manager van het pension werd tegen zijn wil in zijn eigen voertuig meegenomen door de verdachten. Na aangifte bij het politiebureau Santo Dorp zijn de verdachten in verzekering gesteld in afwachting van verder onderzoek door de afdeling kapitale delicten.